Sinds de val van de muur wordt de Nederlandse krijgsmacht overal ter wereld voor allerlei taken ingezet. De transporthelikopters van de luchtmacht worden daarbij gebruikt om grondtroepen te vervoeren en te bevoorraden. Specialiteit zijn operaties met de luchtmobiele brigade van de Koninklijke Landmacht. De luchtmacht ondersteunt deze brigade bij zogenoemde air assault operaties. Nou, wat we eigenlijk doen samen met Luchtmobiel daarin is dat wij alles verplaatsen wat zij benodigd hebben om een missie te kunnen uitvoeren. En dat kan dus zijn van kanonnen onder de heli of een beest onder de heli en de mannen vervolgens achterin. Wat je dan wel vaak ziet is natuurlijk door een gewichtsbeperking dat we dan meerdere heli's inzetten. Zodat we daadwerkelijk op dat moment in één keer een grote groep mensen plus hun spullen onder de heli in kunnen zetten. Assault-operaties worden met name gebruikt als grondtroepen moeten worden ingevlogen in gebieden waar nog vijandelijke eenheden actief zijn. Deze tactiek is niet zonder gevaar, maar de helikopters worden op verschillende manieren beschermd. Wij wegen natuurlijk van tevoren alle risico's tegen elkaar af. En we hebben natuurlijk zelf doorguns achterin zitten voor op het moment dat er dingen zouden kunnen gebeuren, dat wij zelf in ieder geval een verdediging hebben. En daarbij, zodra die mannen uitstijgen, hebben we natuurlijk direct een verdediging op de grond zitten. En de patches zijn er natuurlijk ook. Meestal als er een gevaarlijkere missie is, vliegen zij met één of twee patches met ons mee. Wat er natuurlijk verzorgt alleen al het schrik-effect. Op het moment dat zij er zijn, beginnen andere mensen vaak al niks meer tegen ons. Mocht dat wel zo zijn, dan kunnen wij direct de locatie die wij door hebben waar ze vandaan komen, doorgeven aan de patches. En dan kunnen zij zorgen dat ze er dan wel uitschakelen of er iets tegen gaan doen. Is een gebied veiliggesteld door de grondtroepen, dan kan daar een vooruitgeschoven post gevestigd worden, ook wel FOB genoemd. FOB is een Forward Operating Base. Dat is eigenlijk gewoon opgezet door militairen om een kleine compound te hebben in een gebied waar nog geen grote uitvalsbasis is. En op het moment dat zij dat dus allemaal ingericht hebben en daar eventueel een vooruitgeschoven post hebben kunnen plaatsen, dan kunnen wij op dat moment weer allerlei nieuwe zaken invliegen, zoals bijvoorbeeld extra eten, water, post, net wat die mannen nog nodig hebben om daar in ieder geval voor de komende tijd op een goede manier te kunnen werken. Zij kunnen daar niet zomaar met voertuigen naartoe. Dat duurt meestal een aantal dagen voordat je er bent. En als zij water nodig hebben, zijn ze van ons afhankelijk. Helikopters kunnen de meest afgelegen locaties bereiken. Daarom worden ze ook ingezet voor het vervoer van gewonden en het redden van mensen. Wij kunnen ingericht worden als een medisch transportmiddel. En dan is ook de crew-samenstelling is anders. Brancards kunnen er worden ingebouwd. Dat betekent dat als er een gewonde valt of ergens een gewonde op een basis is die moet worden vervoerd, dat wij daar gewoon met een dokter en een verpleegster of verpleger veilig kunnen vervoeren. Maar je ziet het ook, een aantal jaar geleden hebben we bijvoorbeeld bij de Helmandrivier die overstroomd was, daar hebben we allerlei mensen gered waarvan het huis overstroomd was en die eigenlijk geen kant meer op konden. En op dat moment zie je wel dat de risicogebieden heel dankbaar zijn dat wij die mensen komen redden, omdat ze anders wellicht gewoon verdronken waren. En kinderen en vrouwen natuurlijk als eerst, vervolgens alle mannen weggehaald. En dat is gewoon een hele dankbare taak om dat zo te kunnen doen. Het belang van transporthelikopters binnen de luchtmacht is eigenlijk dat we alles kunnen en willen vervoeren wat de mannen op de grond nodig hebben. Dus het hoofddoel is eigenlijk dat de missie altijd kan voortgezet worden, op welke manier dan ook. En daar zijn wij of de Chinook transporthelikopters gewoon voor benodigd, dat die mannen altijd alles krijgen in het gebied wat ze nodig hebben.